Hallo iedereen, gewoon Martijn hier en welkom bij een nieuwe commentary. We spelen vandaag weer Minecraft. En we hebben vandaag voor jullie een speciale episode. Oeh, lichtje. We hebben voor jullie een speciale... Gaat dat hoog? Ja, dat gaat heel hoog. En anyway, we hebben voor jullie vandaag een speciale episode, namelijk Cobble Hater episode 10. Oeh. Anyway, we hebben vandaag voor jullie een speciaal Cobble Hater episode 10. Dus we beginnen in dit landelijke ding gedoe met een bruggetje. Free boat. Oké. Een bruggetje met lampjes en dan een idyllisch bruggetje en dan een padwegje naar de jungle. De reden is... Padaam! Dat was niet de reden, maar anyway. Dit is dus mijn mega coole ingang naar, naar mijn boomhut. Dus, want ik vond het zo cool, zo het boomhut gedeelte, dat ik eigenlijk wel wou van... ja, ik vlieg even, dat gaat rapper. Anyway, dat ik het eigenlijk wel nog eens wou doen, zo een boomhut bouwen. Dus heb ik een boomhut gebouwd op een server die Apsie hier heeft opgezet. Dus dank u, Apsie. Oh, dat was perfect getimed. Anyway. Dus. Dit is dus mijn boomhut met mooi uitzicht. Die lasercoole dingen zijn wel redelijk cool. Dan een mooi uitzicht, het huis van mijn buurman dat ik ooit per ongeluk eens heb opgeblazen. Sorry daarvoor trouwens. Hier is mijn bed, dat ik kan... naar de zonsopgang kijken en dan gaan we naar boven, want er is nog een bovenverdieping. We kunnen dus blijkbaar niet echt zo goed overweg. We kunnen ook trouwens vliegen trouwens. Anyway, hier zijn allemaal chests waar niks in zit. Kan ik een beetje naar de zon kijken en zo. En dit is eigenlijk mijn snelle uitgang. Assassin's Creed, Leap of Faith. Ja, dat is het dus zo'n beetje, denk ik. Ja, sorry, geen Nooiberg of zo. Dat was niet echt in Minecraft. En dan doe je dit en dan ga je zo in de waterval. Hup, nog een beetje naar beneden. En dan ben je er en dan heeft Apsie een boekje voor ons. Ha, een boek. Wat gaan we zien? Hey! Ha 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 ha. Yay! Anyway, dan zijn we hier weer terug aan onze ingang van ons huis en zo. En dan gaan we dat een beetje whitecam. Ja, dus het is allemaal heel stevig. Dus zoals jullie kunnen zien is de... boom gebouwd op een centrale boomstam en dan op een van de zijtakken wordt gebruikt als steunend element. En ja, dat is het zo'n beetje. Veel glas, veel hout, veel natuurlijke materialen. en dan hebben we hier nog een soort van dakachtig terras. Cool ding of zo dat we kunnen gebruiken. Voor moest het nodig zijn. Dat is het zo'n beetje. Deze server heeft Apsie opgezet, dus dank u Apsie. Misschien doen we er binnenkort wel weer een duel-achtig iets mee, want we hebben eigenlijk niet echt kunnen doorzetten met onze andere Minecraft Duel Survival serie, omdat het redelijk moeilijk was om daar alle twee online te zijn en zo. En anyway, ik ga jullie anders de spawn ook al eens laten zien. Zes spawn. Oké, dat is de spawn dus. Ik ben juist gebliksemicht door Apsie dus blijkbaar. Dus dit is de spawn met een fontein, en een heel diep gat blijkbaar dat ik gemaakt heb. Dat heeft mega lang geduurd tegen dat ik klaar was en zo. En hier meer glas en meer glowstone en meer bloemetjes. Apsie heeft die gezet, volgens mij is hij een klein beetje homo. Anyway, dat zijn dus zogezegd uitkijktorens, heb ik mij laten wijsmaken door Apsie. Dat is niks gezien. Dat is dus poekjes. Zeker. En dan de spawn is dan bij Spotty Louis. Oké, okay, leuk. Hier is een beacon dat ik gemaakt heb, zodat iedereen weet dat hier de spawn is. En dan anyway, hier is een random lava put en zo. Dus dat is onze server. Allee, zijn server eigenlijk. En ik mag erop en zo als hij mij niet bent en kikt en zo. Dus dat is allemaal wel heel cool en zo. Dus ik zou zeggen. Ja, misschien doen we er nog wel iets leuks mee. Dat zou wel kunnen. Even oplossen. Oké. Okay. Dat is ook weer opgelost. Misschien doen we er nog iets cools mee. Misschien derpen we wel gewoon wat rond. We weten het nog niet. We zullen nog zien. Maar voorlopig heb ik nog altijd examens. Dus dat hangt er nog vanaf. Maar voor nu zeg ik dus. Wacht hè. Slash home. Dus dit is mijn boomhut. Als jullie nog iets hebben van in Minecraft, dat jullie zeggen van
Ja, dat is weer geen goede uitleg, hè. Mijn uitleg was eigenlijk bedoeld als, ik heb die boomhut gebouwd omdat iemand in de comments had gezegd van bouw een boomhut. En ik vond dat ik daar in Cobblehaven nog niet mee klaar was, dus heb ik ze nu maar beter gebouwd. En wat ik dan nog wil zeggen is, als er nog iets is wat dat jullie mij willen zien bouwen, dus even 360 proberen. Wow. Oeps, dat was dus niet zo echt goed. Dat gaan we nog eens doen. Anyway, als er nog iets is van ja, we willen nu echt wel een vuurtoren of een kasteel zien bouwen of zo, ja, dan moet je dat gewoon zeggen. Alright, 360 successful. Dan moet je dat gewoon zeggen en dan zal ik dat proberen maken als ik tijd heb. Dus ja, dat was het zo'n beetje voor vandaag. Dus comment, like en sub en even uitzoomen voor de final shot. Oké, dat is perfect. Ik moet later echt camera worden doen. Daar staat Absie naar mijn huis kijken. Oh. Dus anyway, comment, like en sub. En tot later.